Ja. Ik ben vis en ja, ik wou dit filmpje toch nog even maken, zo op de valreep van dit jaar. Het is nu, even kijken op de klok, het is nu 5:30 ongeveer, het is al donker buiten. Je hoort al vuurwerk hier om mijn huis heen. Ik ga zo meteen weg namelijk, ik moet even een stukje rijden. Ik ga naar mijn opa en oma toe. Hartstikke gezellig natuurlijk vanavond, even oudejaar vieren. Ja, ik maak dit filmpje nog even eigenlijk, omdat ik ook nog een reactie naar jullie mijn subs, hè. Zeg maar, wil geven over de fit die Paul heb geüpload. En zoals jullie weten ben ik, tenminste, het is mijn allerbeste vriend natuurlijk. Ja, kan het niet anders verwoorden natuurlijk. En ik wil wel zeggen dat het me heel erg pijn doet wat ik daar allemaal gelezen heb. Ik heb zelf daar ook flink op gereageerd, even mijn agressie kwijt op. Ik ben echt niet iemand die altijd zeg maar heel veel reageert op mensen. En in ieder geval vaak mijn irritaties daarover uit laat zien, zeg maar. Of opschrijf. In dit geval natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. Het blijft gewoon een feit dat gewoon jammer is dat er gewoon een paar hatertjes, tenminste, een paar hatertjes met heel veel accounts die gewoon, gewoon de community lopen te zieken eigenlijk, zeg maar. En ja, inderdaad, je kijkt gewoon op hun feed waar ze allemaal gereageerd op hebben. En dan blijkt gewoon dat ze alleen maar lopen te haten op elke kanaal. Ja, ook bij mijn andere YouTube-vrienden, zeg maar. Hè. En ik noem er een paar op. Hè. We hebben bijvoorbeeld Braadworst, Paul natuurlijk, Erik, Team Dief, waar ook soms als hatelijk op gereageerd wordt. Oma Bakfiets natuurlijk. Ja, ongetwijfeld. Ik weet zeker dat ik nog een paar vergeet natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, al deze YouTube-collega's zie ik natuurlijk gewoon als vrienden. En ja, natuurlijk, heel veel mensen van mijn kanaal zijn ook gesubscribed bij hun. Ik zou zeggen, jongens, we moeten gewoon ons allemaal gewoon heel erg, we moeten gewoon iedereen gewoon steunen voor het volgende jaar. En we moeten gewoon proberen om die haters in ieder geval allemaal weg te krijgen. En ja, ik hoor wel eens inderdaad over dat ik dik ben en zo. Nou, ik ben dik, ja. Ja, ja, ik ben dik, ik ben veel te zwaar. Nou, dan probeer ik in ieder geval volgend jaar weer wat aan te doen. Hopen dat het dan een keertje lukt. Maar let op, jongens, wat jullie neerzetten allemaal bij de comments. Hou rekening mee dat je ook iemand kan kwetsen, pijn kan doen. En ja, dat doet gewoon heel erg pijn. Sommige dingen doen gewoon heel erg pijn. Dat kun je niet zien natuurlijk, want je schrijft het op, je typt het neer. Je denkt van, what the fuck, maakt het uit, ik heb het alleen maar neergezet. Maar ja, sommige mensen gaan er gewoon heel erg over nadenken. En die gaan allemaal rare dingen in hun hoofd denken. Ik weet niet of je een beetje kan voorstellen in ieder geval. Ik wou dat toch nog even, gewoon even kwijt. En dan wil ik toch nog even met iets positiefs zeggen natuurlijk. Er is al heel veel gereageerd op een Q&A-filmpje, in ieder geval gisteren van gisteren. Ik probeer een Q&A in één keer te doen, maar ik denk dat ik er twee moet, want er zijn echt heel veel reacties op geweest. En ja, ik wil in ieder geval tegen jullie zeggen, jongens en meisjes die kijken natuurlijk. Ik wens jullie gewoon een heel goed 2013 en... doe voorzichtig vanavond met vuurwerk. Ik ben niet zo van vuurwerk. Ik vind het leuk om naar te kijken, maar ik ga het niet zelf afsteken. Ik zou zeggen, in ieder geval dan, tot de volgende keer. En bye bye. En tot volgend jaar.